Tube. What up? Het is weer tijd voor een nieuwe Mystery Monday. Bieren met Boer had onverwacht een tweetal bieren voor mij achtergelaten bij bierlokaal in Breda. Waaronder dus dit bier zonder enige vorm van etikettering. Toen ik vroeg wat daar het verhaal achter was, zeiden ja, het etiketje ligt zo makkelijk los. Maar ik heb dus nul referentiekader. Nu niet, maar ook niet als ik het bier eenmaal geproefd heb. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Ik heb me laten vertellen dat ook Extreme Beers alle labels van de bieren heeft afgepulkt voor de December special. En dat dat dan wel weer een helse klus geweest is. Maar ik ben erg benieuwd wat dit bier voor mij in petto heeft. We gaan dan ook gelijk naar de neus. Oké, dit is heel lastig. Ik moet zeggen, Creature of Habit, dat ik aan de onderkant van het blik gekeken had. En daarop was te zien dat het bier een houdbaarheid meegekregen had van een half jaar. En dus ging ik er blind vanuit dat we hier met een IPA te maken hebben. In de neus is het niks van het alles. En in mijn ooghoek heb ik inmiddels gezien dat de kleur van het drankje, dat hier op het randje niet zichtbaar is. In ieder geval niet blond, amberkleurig, troebel is, maar van donkere aard. En in de neus verdenk ik, en dan kom ik toch weer terug op die half jaar, maar verdenk ik dus een stukje koffie. En misschien een stukje kokos? Dus volgens nog met de neus zou ik denken een milde kokos porter. Geen idee. Ik ga hem dan ook gewoon proeven. Het bieren bij Boer. Hartstikke bedankt. Ja, over de bieren kan ik verder niks vertellen. Dus proost. Het is weer zo'n pingpongbier. Op het moment dat het mijn lippen raakt. En niks van dat zware gebrande koffie. Maar echt meer een beetje een zoetje. Dat zoetje vervliegt weer direct. Wanneer het bier door de mond heen walst. En geeft dan een wat droge, dunne afdruk. Het kokosverhaal laat ik helemaal los. Het bittertje kan nog uit de koffie komen, maar ik zou het absoluut geen koffiestout willen noemen. En doordat die afdronk zo vluchtig is, blijf ik wel op die porterboot hangen. Ik heb het bier toch wel gezien. En ik heb het jullie ook al te kennen gegeven. Maar het schenkt ook niet super dik uit. Wel gewoon behoorlijk zwart. Komt geen licht doorheen, zo te zeggen. Licht mokkerkleurig schuim krijg je. Ik moet denken, van wie zou dit dan kunnen zijn? Welke brouwer? Tot een halve liter. Geen idee.
ergens denk ik dan van, zal dit dan... Ik weet dat hij contact had met die brouwer van White Dog. En ik dacht dat hij dus vooral bekend was om hun klauwbier, wat een IPA is. Maar kennelijk maken ze ook andere biersoorten. En als dat dan een stout is... ik meende dat hij voornemens was om daar een hele tree van in te slaan. Maar dat is echt een wilde gok. Nergens op gebaseerd, niet op een smaakpalet of zo. Nee, lastig dit. Ik ben heel benieuwd wat het is. Ik denk wat ik dus zeg, mijn vermoeden. Een porter. Met een alcoholpercentage van 6,5%. Misschien een naam die naar het chocoladeachtige hint. De chocola heeft wel de overhand. In dit bier. Zonder hem echt dikker te maken. Maar wel echt duidelijk een chocolade. Niet dat gebrande cacao-achtige touch. Maar wel echt meer een chocolade vibe. Nou, wat het daadwerkelijk is, daar moet ik even op gaan wachten. Ik ga even kijken of Rob toevallig inmiddels een bericht gedropt heeft. Dan kan ik gelijk doorpakken en anders kom ik er later op terug. Stay tuned. Oké, inmiddels heb ik navraag gedaan bij de jury, oftewel bieren met boor. En het gaat hier, dan ben ik het weer kwijt, de belangrijkste dingen weet ik nog. De Woodland Creatures, volgens mij. Collaboration tussen Left Hand Giant en brouwerij Het Uiltje. Het is geen porter, het is een milk stout met een alcoholpercentage van 6,9%. Dus aardig in de richting, wil ik voorzichtig stellen. Maar ja, nou je het weet, had ik het kunnen achterhalen. Hij heeft invloeden van pistachenoten en honing. En nou ik een proef, en toen ik ook las milkstout, dacht ik ja... Dat vibeje heeft hij inderdaad wel in zich. Dus daar moet ik toch keener op zijn. Ik ben eigenlijk nooit met milkstout bezig, omdat ik ze eigenlijk zelf nooit koop, omdat het meestal net niks is. En ook deze weer, die heeft dat dunne in zich. Die Belgian Beaver had dat ook. Welke peanut stout had ik nou nog meer? Oh ja, de Nitro variant van Left Hand Giant. Geen idee. In ieder geval dat vibeje, dus dat, ja, dat had je kunnen raden. En dat notige aspect nu inderdaad ook. Maar de honing, ik vind hem niet zo zoet dat ik dat aan honing toe zou kennen of dat het echt met kop en schouders erbovenuit steekt. Maar al met al... Denk ik wel dat het in mijn boekje een van de lekkerdere milkstout is die ik op heb. Want ook hier weer, zijn slok is relatief snel weg wanneer je hem doorslikt. Vind ik opnieuw jammer. Maar er is in ieder geval iets van een palet aanwezig wanneer je ja, in aanraking komt met dat bier. En dat is ook wel eens anders. Voor dit bier ga ik het daar ook gewoon bij laten. Bieren met boer, hartstikke bedankt. Superleuke verrassing. En tegen jullie zou ik willen zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.